Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS-beurs, Energiekenniscentrum, Vogel AGF en BHV-Kees. Ben je op zoek naar dé manier om te ontspannen? Kijk dan het komende half uur naar Mijn Leven, Mijn Gezondheid. Stel je voor, iemand wordt onwel op je werk of er breekt brand uit. Weet jij dan wel wat je moet doen? BHV-Kees die leert om in zulke situaties snel actie te ondernemen. En ik ga vandaag een lesje EHBO meepakken. Kees, jij geeft mensen les in EHBO. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om BHV en EHBO te kunnen verlenen? Belangrijk omdat mensen moeten weten wat ze moeten doen op het moment dat er iets gebeurt. Op het moment dat er iemand van een stoel valt, van de trap valt, uit de lift rolt, is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Waar je heel vaak ziet dat mensen een stap achteruit doen, omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen of heel onzeker zijn, ja, moet je ze eigenlijk die stap naar voren durven laten zetten. Ja. En dat doe je door ze een training te geven. Wat leer je nou tijdens zo'n EHBO-cursus? Wat je vooral leert is benaderen van de slachtoffer. Een slachtoffer, het voorbeeld van een stoel rollen, hij ligt op zijn buik. Wat wil je weten? Haalt hij adem? Nou, op het moment dat iemand op zijn buik ligt, kun je dat niet controleren. Dus dan moet je hem naar zijn rug draaien. En nou, als je dat weet, dan kun je de vervolgstappen doen. En gebeurt het nou ook echt daadwerkelijk vaak dat mensen binnen een bedrijf hulp nodig hebben en dat mensen ook hulp schieten? Dat komt een paar honderdduizend keer per jaar voor. Zo. Dat mensen iets overkomt. Ja. En dat kan ook iets kleins zijn, hè? Het kan, je snijdt dus aan een stuk papier, ja. Maar op het moment dat heftig bloedt, dan is het wel belangrijk dat even naar gekeken wordt. Ja. En op het moment dat je dat gewoon niet doet en zegt, het valt allemaal wel mee. Het valt ook vaak wel mee, hè? Dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Alleen de keren dat het niet meevalt, ja, dan moet je nou juist voorzien te zijn. En ik hoor dat jullie ook cursussen geven. Zou ik een cursus mee kunnen doen? Vandaag? Wij doen vandaag een cursus, dus je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Slachtoffer benaderen, dan hoe deed je dat ook alweer? We gingen zitten op twee knieën, we gingen het slachtoffer aanspreken. Hallo meneer, hoort u mij? Geen reactie. Je ziet, kijk om je heen, je ziet iemand. Zou je in ieder geval naar me toe kunnen komen om me eventueel te helpen? Geblazen en gelijk weer. 30 keer. Wil je meer weten over BHV of EHBO? Kijk dan op onze Facebook of Twitter. Mijn leven, mijn gezondheid. Laurien gaat nog even door met de mond-tot-mond beademing. Ondertussen duikt Martine het eendenkroos in. Op z'n tijd kan ik enorm genieten van een boterham met kaas of een gekookt eitje. En als dat het lekker is, is het ook gezond. Want er zitten eiwitten in die bijvoorbeeld goed zijn voor onze nagels of voor ons haar. Nou heb ik begrepen dat er in eendenkroos, ja je hoort het goed, eendenkroos, heel veel gezonde eiwitten zitten. En dat laten ze me zien bij ABC Kroos. Nou Hans, we staan hier bij een hele bak eendenkroos. En hier worden dus eiwitten uitgehaald. Maar dan ben ik wel nieuwsgierig, waarom is er voor eendenkroos gekozen? Ja, eendenkroos is een fantastisch plantje. Het bevat ontzettend veel eiwit. Tot 40% van de inhoud. En daarnaast groeit het ook ontzettend snel. Zelfs zo snel dat het bijna 10 keer zoveel opbrengt per hectare aan eiwit als soja. En wat is er zo gezond dan aan deze eiwitten die uit eendenkroos komen? Nou, de samenstelling van het eiwit wat in kroos zit, die is heel erg geschikt voor menselijke consumptie. Met name de hoeveelheid essentiële aminozuren die je dus als mens nodig hebt. Als ik aan menselijke consumptie denk, hè, hoe wordt dit dan
precies verwerkt? In eerste instantie gemalen, dat is een soort brei, een papje. Ja. Dat wordt geperst. Dan hou je dus een perskoek over wat geschikt is als diervoeding. En een oplossing waar het eiwit in zit. Dan ben ik toch wel nieuwsgierig dan geworden hoe het smaakt. Want wat kan ik verwachten? Ja, een beetje tuinkersachtig. Tuinkersachtig, oké. Okay. Ja, het is vrij neutraal van smaak, maar wel heel fris. Ja, het is inderdaad tuinkerssla-achtig een beetje. Ja. Gaan wij steeds meer eiwitten uit ene kroos halen in de toekomst? Zeker, ja. Ja. Als je dus ook ziet van hoeveel interesse er is vanuit bedrijven die hier ook producten van willen maken, dat is echt geweldig. Ja. Dus eendekroos is de toekomst? Eendekroos is de toekomst, volgens mij wel. Ja, en wil je nou meer weten over de eiwitten die in eendekroos zitten, ga dan eventjes naar onze website. En ik ga dit broodje even goed proberen. Als kind al was ik niet heel erg fan van de tandarts. De schooltandarts, dat was echt voor mijn tijd. Maar ja, tegenwoordig is die er weer. En ik ben wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat, zo'n schooltandarts. Ze gaan me er alles over uitleggen bij Jeugd Tandzorg. Tom, we zitten in een ware tandartsbus, mag ik zo noemen? Ja, dat klopt. Wat is de bestemming vandaag? We gaan naar Nieuwkuik, naar een basisschool, het Kompas. En dan gaan we kinderen tandheelkundige zorgverlening geven. Maar dat is eigenlijk een soort schoolbus, dat is schooltandarts? Ja, vroeger werd het ook schooltandarts genoemd. Tegenwoordig praten we over de jeugdtandzorg. Het komt omdat vroeger, in de jaren 70, 80, was de schooltandarts heel populair. En toen bleek ook dat dat een groot succes was, dat dat goed hielp om gaatjes te bestrijden. En toen was het zo populair dat er te weinig tandartsen voor waren. En toen zijn de tandartsen uit Indonesië aangetrokken om hier in Nederland de schooltandarts te kunnen verzorgen. En die waren gewoon slechter opgeleid. En er was een taalprobleem. Dus toen kreeg je dat het meer een beetje boemannen werden die gaten vulden en kiezen trokken. En nou, daar werden heel veel mensen toch wel erg bang van. En toen zijn we eigenlijk ons doel voorbijgeschoten. En toen is in tussentijd bij eigenlijk de meeste gemeentes is dat allemaal weggesaneerd. En op 10 plaatsen in Nederland is dat nog overgebleven als jeugdtandverzorging. We zijn nu begonnen met een hele nieuwe behandelmethode. Die is 6 jaar lang bij ons in het centrum onderzocht. En die blijkt inderdaad 70% minder kans op gaatjes te geven. Dus die zijn we nu in Nederland aan het invoeren. En met die methode gaan we veel meer naar het gedrag van de kinderen en hun ouders kijken dan dat we zo nodig gaatjes moeten vullen. En dat blijkt heel succesvol te zijn. Dus eigenlijk een soort coach? Ja, meer een soort coach voor ouderen en kind om het goede gedrag te ontwikkelen waardoor ze mondverzorging beter regelen. Volgens mij ben jij Noah, of niet? Ja. Mag ik hier even komen zitten? Ja. Jij gaat zo naar de schooltandarts volgens mij. Ben je er al eens eerder geweest? Ja. En als je dan binnenkomt, wat gebeurt er? Kan je me eens uitleggen hoe dat werkt bij de tandarts? Gaat ze dingen even tellen tegen mij en dan mag ik op de stoel gaan liggen. En dan? En dan gaat ze in mijn mond kijken. En zegt ze dan bijvoorbeeld ook wel eens hoe je moet poetsen of zo? Ja. En hoe doet ze dat dan? Dan moet ik 2 minuten poetsen. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website mijnlevenmijngezondheid.tv of natuurlijk op onze Facebookpagina. Zwangerschap gieren de hormonen door je lijf en het kan gepaard gaan met zwangerschapskwaaltjes zoals bekkenpijn. Nu heb je gelukkig ook specialisten op dat gebied die je hierbij kunnen helpen, zoals hier bij Fysiocentrum Nijverdal. Miranda, iedereen kent eigenlijk wel een fysiotherapeut, maar ik had zelf eigenlijk nog nooit gehoord van een bekkentherapeut. Dat is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De gespecialiseerd bekkenfysio die behandelt klachten van urineverlies, ontlastingsverlies, pijn bij vrijen, eventueel verzakkingsklachten. En natuurlijk de klachten in en rondom een zwangerschap. En wat kan een oorzaak zijn van bekkenpijn?
Vaak zie je dat vrouwen een balans niet goed hebben tussen werk en privé. Belastingbelastbaarheid is te hoog. En het bekken kan niet goed op een plek zitten. De banden kunnen vervelend en geïrriteerd zijn. Maar ook een stuk spierkracht wat ze missen. Wat is nou een van de dingen om dat te voorkomen? Natuurlijk goed trainen van tevoren en zorgen dat je op tijd een geregistreerd bekkenfysiotherapeut consulteert. En daarmee kun je veel klachten verlichten of zelfs wel soms voorkomen. En wat voor soort oefeningen moet ik dan denken? Mobiliserende oefeningen voor het bekken of spierkrachtversterkende oefeningen. Er komt straks een zwangere dame. Het is misschien leuk dat je even meekijkt. Ja, tuurlijk. We gaan even wat oefeningen doen om te kijken of we wat sterker kunnen worden en wat meer mobiliteit kunnen krijgen voor het bekken. Nienke, beetje een persoonlijke vraag, maar wanneer kreeg jij last van bekkenpijn? Nou, ik geloof rond de 17 weken ongeveer. En merk jij nu deze oefeningen dat die helpen? Ja, absoluut. Ik heb er heel veel baat bij. Ik heb natuurlijk nog geen bekkenpijn, maar je kan niet vroeg genoeg voorbereid zijn. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan even op mijnlevenmijngezondheid.tv. Ik ga nog even door. Terwijl Laurien nog even bijkomt van de bekkentherapie, klimt Annemarie het dak op voor de zonnepanelen. De air zit weer in de maand, dus dat betekent lekker lang en lekker warm douchen. Maar dat betekent ook een hoge energierekening. Of toch niet? Als het aan energiekenniscentrum ligt, dan komen we deze winter warm en goedkoop door. Hoe dat nou precies in elkaar steekt, ga ik zo meteen bespreken met Han. Maar eerst nog even lekker doordouchen. Han, we zijn allemaal bezig met groener en duurzamer leven. Maar is dat eigenlijk een beetje op zijn retour of is dat juist alleen maar groeiender? Nou, ik denk zeker niet dat het op zijn retour is. Er komen steeds meer mensen die de wens hebben om zelf de energie op te wekken. Enerzijds voor een stukje duurzaamheid en anderzijds omdat het financieel aantrekkelijk is. En er is een groeiende behoefte aan onafhankelijk zijn. Je eigen energie opwekken, waar moet ik dan aan denken? Zonnepanelen? Ja, nou, zonnepanelen, hè, zoals we hier achter zien, die zijn al bijzonder populair. Die zie je eigenlijk op elke hoek van de straat. Die heb je in blauw, in zwart, noem het maar op. Dat is heel populair. Vrij recent zijn we eigenlijk een combinatiepaneel tegengekomen. Wat eruit ziet als een zonnepaneel. Ja. Wat zowel stroom kan produceren als ook warm water. Maar kunnen we hem zelf ook installeren? Voor het meterkastenwerk, het aansluiten op het net, adviseer ik wel om een erkende installateur dat te laten doen. En het heeft ook als voordeel dat je nooit een discussie hebt over de garanties. En heb je nou nog wat meer tips voor zelfredzaamheid? Misschien een hele leuke tip is, als je echt naar een stukje off-grid wilt, is de zonnestroomboiler. Dat is een boiler die direct gevoed kan worden door je zonnepanelen. Dus rechtstreeks aangesloten op de boiler. Dus je verwarmt het water elektrisch. Is de boiler warm genoeg? Is het water voor je douche op temperatuur? Daarna lever je dan de stroom terug aan het net of verbruik je het elders in huis. Dus het is een mooie combinatie. 2-in-1. 2-in-1. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website mijnlevenmijngezondheid.tv. Veel mensen voelen zich soms wel eens eenzaam. Familie en vrienden hebben nauwelijks tijd voor ze en het is een te grote stap om zich bij een vereniging aan te sluiten. Voor deze mensen biedt Particip een uitkomst. Zij organiseren activiteiten voor iedereen die een beetje aansluiting zoekt. En ik ga vandaag een dagje met ze mee. Willem, wat gebeurt hier nou? Ja, hier wordt yoga gedaan voor ouderen. Ja. Op een hele enthousiaste manier, zoals je ziet. Ja. Ja. En waarom is yoga zo belangrijk voor ouderen? Ja, het is zo belangrijk voor ouderen dat ze in beweging blijven. Als je blijft zitten, dan gaat het vastzitten. En kom je niet meer goed vooruit. Dus blijf in beweging. Wij proberen altijd activiteiten te organiseren dat ouderen zelfstandig kunnen blijven. Dat ze gezond blijven. En ja, daar hoort yoga absoluut bij. Wat doen jullie nog meer voor activiteiten dan? Wij hebben qua beweegactiviteiten, wat al heel lang in welzijnswerk is, meer bewegen voor ouderen heet dat. En wat ook heel populair is, zijn dansactiviteiten. Oh ja. Werelddansen, klassiek dansen, van alles. Ik zag buiten ook een bus staan van jullie. Ja. Gebeurt daar ook iets mee? Ja, dat noemen wij de boodschappen plus bus. Ja. En
Met deze bus halen we ouderen op die zelf niet meer zelfstandig kunnen winkelen, boodschappen doen. En dan gaan we met deze mensen boodschappen doen. Dus op die manier blijven de mensen actief, blijven ze onder de mensen. En dat geeft een ontzettend goed gevoel. Dit is de Plusbus. Dit is nou de boodschappen Plusbus en we zijn er heel trots op. Ja. Zo'n succesvolle activiteit dat we nu 2 boodschappen Plusbussen in Alphen hebben rijden. Het is wel gezellig zo met z'n allen in de bussen gaan. Ja, ja, super. Ga je nou vaak met de bus mee? Iedere dag of 1 keer per week? Nee hoor, ik heb de afgelopen 2 maanden, omdat andere activiteiten stopgezet waren voor de zomerstop, ben ik dus iedere week meegegaan. En normaal kies ik 1-2 keer per maand uit. Oh ja. Om toch ergens anders te komen waar je je eentje niet zo gauw naartoe gaat. Ja. En de dierentuin zit vaak ook wel in het programma. En ja, best heel veel leuke dingen. We hebben gezien dat je hier yoga en andere sportieve activiteiten kan doen. Je kan met Boodschappen Plusbus je boodschappen doen en jullie organiseren leuke uitjes. Ja. Maar dus ook nog etentjes zoals dit. Ja, ja, wij proberen, wij zeggen ook altijd, maak meedoen mogelijk. Dat, ja. Dat mensen mee blijven doen. En eten is daar ontzettend belangrijk bij. Ja. Dus ook door vrijwilligers georganiseerd. Vrijwilligers die gekookt hebben, mensen aan de buurt die hier komen eten. En dat vervult een ontzettend goede rol in de wijk. Wil je meer weten over dit onderwerp? Like ons dan op Facebook of volg ons op Twitter. Mijn leven, mijn gezondheid. Haal snel weer een nieuwe voorraad eten en drinken, want over een paar minuten zijn we er weer. Na de break zie je onder andere... Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS-beurs. Tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS-beurs, Energiekenniscentrum, Vogel AGF en BHV-Kees. In deze tijd worden ze door veel mensen geteld, de calorieën. Maar wat zijn calorieën nou precies en hoe weet je nou precies hoeveel je er gebruikt? Nou, bij Meet to Be Fit hebben ze hier een apparaat voor en ik ga eens even kijken hoe dat werkt. Frank, wat is dit precies voor apparaat? Dit is een medisch gecertificeerd apparaat dat gemaakt is door de wereldleider in het meten van zuurstof. Daarmee kun je bepalen hoeveel calorieën iemand verbruikt hoeveel dat iemand nodig heeft in rust bijvoorbeeld of tijdens sport. Wat zijn calorieën nou eigenlijk? Calorie is wetenschappelijk gezien de energie die nodig is om 1 gram water te verwarmen met 1 graad. Ja. Dat is maar goed, daar hebben we dan verder heel weinig aan. Ja. Een calorie is wat er in voeding zit, wat we tot ons nemen en wat ervoor zorgt dat ons lichaam kan functioneren. En nu let ik zelf altijd wel op hoeveel calorieën ik eet, maar hoe weet ik hoeveel calorieën ik mag hebben? Nou, om dat exact te weten zou ik je moeten meten met het apparaat. Maar er zijn standaard formules voor, maar dat betekent dat als ik 10 personen neem met jouw gewicht, jouw leeftijd, jouw lengte en van jouw geslacht, dat die formule zou zeggen dat jullie alle 10 hetzelfde verbruiken. Dit apparaat die ondervangt dat, die gaat echt daadwerkelijk meten. Hoeveel zuurstof dat je inademt en hoeveel dat je weer uitademt. En aan de hand daarvan gaat hij een juiste basismetabolisme gaat hij weergeven. Waarom willen mensen weten hoeveel calorieën ze per dag mogen gebruiken? Nou, het is handig om te weten hoeveel calorieën dat je moet gaan eten als je bijvoorbeeld minder wil gaan wegen. Ja. Of als je een sportevenement hebt waarbij je 2 uur intensief aan het sporten bent, is het wel heel erg handig om te weten hoeveel calorieën dat je moet eten, hoeveel eten dat je tot je moet nemen om eigenlijk je prestatie goed te kunnen. Nou ben ik wel benieuwd geworden eigenlijk hoe zo'n meting werkt. Heb je zometeen toevallig iemand langs? Ja, ik krijg zometeen Bianca Leijs.
Bianca heeft al ooit een traject bij mij doorlopen en die heeft besloten dat ze nog wat verder wil. En dat was eigenlijk het eerste traject, was al succesvol. Ze wil nog even een stukje verder, dus die komt zo meteen om gemeten te worden. Kan ik even meekijken? Ja, natuurlijk. Hi Bianca, hi. Hoe is het? Ja, goed. Vervolgens krijg je een kapje op je gezicht met erop een analysator. Je gaat een kwartier lang liggen ademen. Na een kwartier sluit hij zichzelf af. Komt er een hele mooie print uit en daarop staat hoeveel calorieën dat jij in rust verbrandt. Nou, daar zijn we dan. We hebben het resultaat op papier staan nu, ja, van de meting. Ja. Wat betekent het nou voor Bianca? Voor Bianca betekent dat ze ongeveer 2400 calorieën in rust verbruikt. Aan de hand daarvan ga ik het schema aanpassen wat betreft het eten. En heb je nou nog een tip, Frank, voor mensen thuis om gezond te leven, maar niet elke calorie te hoeven tellen? Ja, dat is eigenlijk een hele simpele. Aardappelen, rijstpasta, vlees, vis en groente. Wil je nou meer weten over de caloriemeter? Kijk dan even op mijnlevenmijngezondheid.tv. Dan ga ik eens even kijken hoe het er met mijn calorieën voor staat. Daar zou ik me geen zorgen om maken hoor, Laurien. Ondertussen gaat Annemarie langs bij een bijzondere kwekerij. Groente is gezond, maar toch zijn er bepaalde groentes die we niet zo vaak eten. En dat is jammer, want hoe gevarieerder, hoe beter. En ik vind dat witlof meer aandacht verdient. Dus vandaag ben ik bij Spruit Witlofkwekerij om eens te kijken hoe gezond deze crop echt is. Roel, je hebt een witlofplant bij je volgens mij. Kun je me vertellen hoe witlof ooit ontdekt is? Witlof is ontdekt rond 1840 in België door de heer Jan Lammers. En die heeft sigorijwortels onder zijn huis bewaard. En daar heeft hij zand overheen gedaan. En na 14 dagen kwam er op die sigorijwortels witte scheuten. En die witte scheuten die noemde men witlof. Dat is dus witlof. Wat maakt witlof nou zo bijzonder? Ja, witlof is eigenlijk voor ons een heel bijzonder product. Omdat wij dat het hele jaar door kunnen telen. Het hele jaar door kunnen produceren. Nou ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe het gekweekt wordt. Kun je me dat laten zien? Ja, dat is geen probleem. Dat moet je even met me meelopen. Ik loop met je mee. Ik ben benieuwd. Nou, en dan lopen we dus hier naar binnen. En hier gaat het gekweekt worden. Ja, inderdaad. Dat doen we in donkere ruimtes. Ja? Want witlof, daar mag geen licht bij komen. Het moet in donker groeien. Nou, dit is dus de witlof nadat het 3 weken gestaan heb hier in de trekkerij. Ja. We zien hier de wortel en de krop. Dus, nou, dit groeit op water en door de water een temperatuur te geven en de lucht een bepaalde temperatuur te geven, maken we een mooie krop witlof. Maar hoe krijgt het dan die goede smaak? Nou, de smaak van de witlof komt uit de wortel vandaan. En nou ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe gezond het echt is. Nou, witlof is een gezonde groente, omdat het een bittere groente is. En ik zeg altijd zo van, witlof heeft niet de smaak, de zoete smaak van de eerste liefde, maar wel de bittere smaak van het medicijn. Ik ken eigenlijk maar één recept en dat is witlof met ham en kaas. Zijn er eigenlijk nog meer recepten? Ja, je kan gekookte witlof met diverse sauzen. Witlofsalades in diverse vormen. Met diverse soorten kaas of diverse soorten fruit erin. Wie appelen vaart, wie appelen eet, heb ik wel eens gehoord. Maar is het ook zo wie witlof vaart, wie witlof eet? Ja, wij eten toch wel regelmatig witlof. Maar er zijn gelukkig ook heel veel andere lekkere groentes. Dus, En wat betreft de witlof, er ligt genoeg natuurlijk. Dus we kunnen misschien zo meteen wel wat proberen. Ja, inderdaad. Laten we dat eens proberen, ja. Kijk, dat ziet er lekker uit. Nou, dit is dan het resultaat. Dankjewel. Nou, kijk eens wat een mooie hapjes allemaal. Wil je nou meer weten over witlof? Kijk dan op onze Facebookpagina of op onze website. Jongens, komen jullie eten? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS Beurs.